Wat top dat je deze video hebt aangeklikt. Mijn naam is Melvin en vandaag gaan we iets superleuks uittesten. Een GPS tracker. Je ziet het vaak voorbij komen op social media. Een video over een product. Waar je bij jezelf denkt van, is dat product nou eigenlijk wel zo handig? Maar is dat wel zo? In elke aflevering test ik één product. Aan het einde van de aflevering geef ik maximaal 5 sterren. 1 en 2 sterren is een flop. 3 en 4 sterren ga ik aan het einde van de aflevering bepalen. Is het nou eigenlijk wel een flop of is het toch een top? En uiteraard bij 5 sterren is het zeker een top. Een GPS tracker, we kennen het allemaal. Een stuk tv gebruikt hem voor jachtseizoen. Heel veel mensen gebruiken het ook om voorwerpen te gaan zoeken. Je kunt het dus ook gewoon plakken op je auto en dan kun je een auto gaan volgen. Hey, hint. Aflevering hebben we ook zo'n plakding gebruikt. Zo makkelijk. Oké. We hebben hier een app gedownload. Daar moet je specifiek een app voor downloaden. En dan kun je dus gewoon met deze GPS tracker, moet je hem dus 3 keer inhouden. Of 3 seconden moet je hem inhouden. En dan kreeg je dus een gek geluidje. Oké, dus dat geluid krijg je dus. En dan kun je dus connecten met de persoon die je wil gaan volgen. Waar die persoon dus is, waar die zich bevindt. We hebben hier trouwens nog een beschrijving, maar ik kan je nu over zeggen, ik ga niet echt alles op detail doen. Beschrijving is gewoon goed, alles wordt gewoon goed uitgelegd. In het Engels, dus als je Engels niet kan, vraag je vader en moeder. Of Google Translate, dus het komt allemaal goed. We hebben hem geconnect, dus dat betekent nu dat we dus iemand kunnen volgen. Dus, wat we dus gaan doen, ik ga het aan de cameraman geven. En die gaat dus helemaal naar Groningen rijden. Nee, die gaat dus helemaal ergens anders naartoe rijden. En dan ga ik dus kijken of ik hem dus kan volgen. Hij meet ook een camera mee, dus dan kunnen we ook beelden wisselen. En ik ga hem dus bellen met mijn AirPods. Heb je trouwens de video nog steeds doen? Dit gaat echt met dwalen af. We gaan het dus uittesten met deze GPS-tracker. Hebben jullie trouwens nog niet geabonneerd op dit kanaal? Dat kan zeker. Want wij zijn namelijk op weg naar de 1000 abonnees. Het is nog een beetje ver gezocht. Maar het zal natuurlijk ook kunnen zijn als deze video wordt geplaatst dat het er wel zijn. Maar dat, ja, ik ga er wel vanuit, maar ik denk het niet. Dus als je nog niet geabonneerd hebt, doe het dan zeker. Want bij de 1000 abonnees gaan we iets super, maar dan ook echt iets super leuks doen. Nu gegeven de GPS-tracker aan mijn broer Jeffrey. En wij hebben dus hier een mooie app. En dan kunnen wij dus zien waar hij zich bevindt. En als hij mij belt, dan gaan we dus eventjes kletsen van, goh, waar ben jij nu? En dan gaan we controleren of het ook daadwerkelijk klopt. Dus dat gaan we natuurlijk ook eventjes doen. Dus ik ga even mijn telefoon pakken. En die zetten we dan eventjes op geluid aan. Want ik was natuurlijk bezig met opname en iedereen stuurt mij berichtjes. Dus ik moest hem even uitdoen. Dus we zetten hem even aan. En dan wachten we af totdat wij worden gebeld. En dan gaan we kijken of het klopt wat de GPS-tracker zegt. Dus misschien is hij wel helemaal ergens in, weet ik het, Breda. En zegt diegene wel dat hij ergens in Groningen ligt. Ja, dat klopt natuurlijk niet, hè. Dus het moet wel duidelijk zijn van waar hij is en dan gaan we ook kijken of het ook klopt. Ik weet niet of we het al zien. Ja, we zien het al. Zag je, zie je het? We zien al een beetje dat hij verschoof, die blauwe. Want dat blauwe is hij, hè. Dan weet je dat. Blauw is Jeffrey. We zien wel een beetje dat hij... Zie je? Hij springt elke keer van plek. Hij is nu bij de Subway. Zo. Hij loopt nu richting het centrum. Als het ook daadwerkelijk klopt en specifiek waar hij staat, dan dat is top. Dat is echt top. Maar hij verschuift een beetje wel bij de Subway. Dus ik weet niet wat daar nou eigenlijk de bedoeling van is. Nou, eerst was hij net hier en nu is hij een beetje daar. Dus ja, nu verspringt hij weer. Ja, jullie zien hem trouwens allemaal in scherp beeld. Dus. Ik vind het wel grappig dat hij echt... Hij cirkelt om de Subway heen, dus dat is wel geinig. Want misschien staat hij wel helemaal hier ofzo, ik weet het niet. Want hij is natuurlijk net onderweg, dus ja, je kunt ook niet goed bepalen van waar hij is. Oh, we worden gebeld. We gaan kijken waar hij staat, jongens. Hallo. Ik ben nu op de eerste locatie aangekomen. Dat heb ik lopend gedaan. Maar ik ben benieuwd of jij al beweging zag in de app. Ja, we zagen jou naar links en naar rechts gaan. Oh, dus er zit beweging in? Ja, er zit beweging in. Oké. Dan ga ik nu echt wat verder rijden. En dan bel ik zo even terug als ik op de tweede locatie ben. Oké, is goed. Dus jij gaat nu gewoon rijden? Ja, ik ga ergens naartoe rijden. We gaan nu niet te voet, maar we gaan rijden. Dus dat 180 kilometer. Oké. Nee joh, dat ik een paar kilometer. Stress in Groningen. Ja, zoiets ja. Doei. Dan gaan wij nu naar Groningen. Nee, dat is dus echt niet zo hè. We doen dit wel maar binnen onze woonplaats houden. Maar goed, ik ga dus nu even vertrekken. Ik moet de camera neerleggen, want ik kan niet rijden en vloggen en doen. Dus dat zie ik jullie zo. GPS-tracker heb ik nog bij me. Die neem ik dan straks mee op de locatie waar ik denk, nou dat is een goede locatie. En dan mag hij raden, dan mag Melvin raden dus, waar ik ben. Oké, hij is dus nu onderweg met de auto. Alleen, we zien nog, we zijn nu al een tijdje aan het wachten. Denk ongeveer 10 minuten. Maar ja, we zien wel redelijk wat beweging. Hij was net eerst hier, kijk. Nou zien we heel veel beweging. Nou gaat hij echt richting de andere kant op. Kijk, zie je, we zien nou heel veel beweging. Hij verschuift zich elke keer zo. Tup, 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 tup. Dat is waarschijnlijk. Niet echt heel erg dat hij heel erg snel gaat. Want dit is de rotonde bij ons, dus het zou moeten zijn dat hij nu bij de rotonde moet zijn, maar hij zit nog een beetje bij de subway. We worden gebeld en we hebben nou niet echt heel veel beweging gezien. Hallo. Hallo. Oh, wacht even. Ik had mijn trekker wel letterlijk op de grond neergelegd, dat was ook weer niet de bedoeling. Even pakken. Ja, ik ben er. Nou, ik ben benieuwd. We hebben nu een live verbinding met de studio. Bij ons hebben we eigenlijk slecht nieuws. Nou, wij hebben jou wel een beetje naar links en naar rechts zien gaan, maar nog steeds in de buurt van de subway. Dat kan niet. Ja. Ik ben ergens anders. Oké. Ja, dus hij heeft het niet gedaan. Nee, want we zien je de hele tijd naar links en naar rechts gaan, maar niet echt veel beweging. Misschien zit hij gewoon stiekem een broodje te eten. Nee, ik moet nog lunchen, maar ik heb dan niet... ik ben niet meer met gekker. Even dus ook iets proberen. Ja, we hebben maar 1 knop, dus ik kan niet veel doen, maar... Ik heb hem 1 keer ingedrukt nu. Zie je nu wat? Als je nog steeds een broodje aan het eten bent. Dat wil ik echt niet aan doen. Kijk mensen, ik ben echt niet, dus ik ben bij de McDonald's. Ik bedoel, Ben je bij de McDonald's? Ik wist het wel. Je bent dus wel aan het eten. Nee. Had ik wel kunnen doen eigenlijk trouwens. Maar ja, dat is achteraf. Ik ben gewoon in een woonwijk. In een woonwijk? Ja, waar we Social Media Live hebben gemaakt. Oeh, hebben jullie trouwens die aflevering nog niet? Oh, we krijgen veel i'tjes krijgen. Ja, we krijgen een nieuw seizoen, dus ik denk ik ga het alvast even hier uittesten. We krijgen een nieuw seizoen, dames en heren, van Social Media Live. Dat wordt superleuk. Maar nee, we zien dat jij er niet bent op die locatie. Ik heb nu aan en uit gezet, en nu? Hij ziet het nog steeds niet. Dus nee. Dan werkt het niet. Het werkt gewoon niet, mensen. We kunnen alles proberen. Eigenlijk hem op. Nee, hij is ook niet lekker. Oh, wacht. Nee. We zien nou redelijk wat beweging. Hij doet iets. Ik druk nog een keer. Oh, dan ga je weer terug. Jongens, dan ga je weer weg. Maar ook niet echt ver. Maar ook niet echt helemaal... Nee, ook niet helemaal in Tokio. Nee, mensen, volgens dit ding zit je dus bij de subway. Maar volgens jou ben je dus op de locatie van waar Social Media Live wordt gedaan. En dat is toch al niet bij de subway. Dus, in conclusie, gaan we zo eventjes nog een keer doen met het apparaat. Tot zo in de studio. Neem ook even een milkshake mee. Ja, ik ben niet bij de McDonald's. De eindconclusie. Helaas, de GPS-tracker werkt helaas niet. Aan het begin zag het er goed uit. Ik zag Jeffrey echt daadwerkelijk gewoon goed lopen. En kon alles gewoon zien. Maar op een gegeven moment, de subway, ja, was de enige wat ik hem had gezien. Want toen ging hij naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. Het leek pas snolle bolletjes, die ging alleen maar naar links en rechts. Dus ja, het werkt gewoon niet. Ja, ja, ik kan hem nu wel een ster geven, maar ja, het werkt gewoon niet. Dus ja, ik geef hem geen ster. Ja, het werkt niet. Je kunt misschien 5 centimeter lopen en dan kan ik je nog zien, maar daarna niet meer. Dus het is gewoon sowieso een flop. Of het nou een 1 of een 2 is, of een 0 is, het werkt niet. Dus helaas is deze GPS tracker echt flut. Dus koop hem niet. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ondanks dat het helaas een flop was, hebben we wel genoten van deze aflevering. Dus doe zeker een blauw duimpje omhoog. Laten we zeggen dat 20 blauwe duimpjes omhoog. Kijk of we dat kunnen halen. Vergeet dus zeker even niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. En het belletje aan te zetten, dat je zeker niks mist van al onze afleveringen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met weer een gloednieuwe aflevering. Doei!